Hey jongens. Hey, ik wil even wat kwijt, want ik ben helemaal gek. Oh, dat niet. Ik moest ook. Ik ga ze nou niet zeggen. Maar echt waar. Nog niet ook, ik ga niet. Nou, ik ben zo. Een ietsje te laat, ik ben eigenlijk naar boven en dan kan ik zo'n touw kunnen dragen. Kijk, nee. Ja, dan kom ik boven. Zijn deuren niet open. Nou, oké. Ik ben naar beneden gegaan. Dat heb ik gezegd tegen hem, maar wel. Ik was vergeten toch. Ik goede morgen. Ja. En dan gaat hij een open zeggen van. Ja, zeg dat geen goede morgen. En wat voor opvoeding heb jij gehad? Zo echt zo van. Hallo. Ik kan je me zo pist over maken. Op een gegeven moment zeg je me dingen op een manier en denk je, oh, ik kan ook wel wat moeten. Zou ik ook bijvoorbeeld kunnen zeggen? Ik ben op een gegeven moment goedemorgen. Of, zou ik ook kunnen zeggen van. Oké, ga snel weer terug. Ik kom er niet zo vaak nu. Er stond de ramen op de weg. Ik ben een kwartier bezig om hier te komen alleen. Ja, klopt. En dan ben ik al heel druk. Ja. Want zoals ik voor achter weer naar overheen ben, dan weet ik van dat op de vierde dat het allemaal genomen wordt. Gek van. Dankjewel. Oké, de 28 van morgen weer nodig. Dan heb ik weer een gesprek met de architect morgen. Ja. Met Esther. Esther is mijn begeleider of mijn aanspreek. Nee, mijn aanspreekpunt voor de buien. En dat zie je? Ben je op de consult voor werk? Ja, bij mij. Maar ik had dus echt niet verwacht dat ze op die podium bleef staan en handtekening uitdeelde voor haar vriend. Echt waar, ik zweer het je. Toen ik de handtekening kreeg, ook van mijn neef, die dacht, yes, het is ons gelukt. En ik zei ook tegen mezelf, wat nou papa? Ik toen op een gegeven moment ging ik dus naar mijn vader toe en ik zei, wat zei je? En mijn vader keek me aan. Hij zei, wat bedoel je? Kijk eens wat ik heb. Wat gaaf, zegt hij. Het is je toch gelukt. Ja, tuurlijk. En echt waar. Zij is zo geweldig. En ik mag er zo graag. Echt waar. Als ik ooit weer een kans krijg. En ik wil erop dat ik haar weer ontmoet. Dan zou ik zeggen hoe dankbaar ik ben. Wat ze dit voor mij gedaan heeft. En dat ik de kans krijg. Om twee van mijn dromen uit te laten komen. Echt waar. Ik ben er zo dankbaar. Echt waar. Ik zat gisteravond er ook aan te denken en toen begon ik weer te huilen en dat was niet mijn bedoeling. Maar echt. En de volgende keer, als we weer sterren komen, neem ik jullie weer mee. En dan ga ik haar ook filmen. Als dat wil trouwens. Dan ga ik wel eens natuurlijk vragen als ze je handtekening uit gaat delen. Als, hè. Want volgens mij is dit een unieke kans om dat te doen. En die show was tof. Geen woorden voor. Echt waar. Nou, je ziet het wel. Er zijn heel veel mensen die hebben er al naar gekeken. Maar als jij er nog niet hebt nagekeken, kijk eventjes. Link is beneden. En ik wil jullie zo graag bedanken voor het kijken naar mijn video's en voor
alles eigenlijk een beetje. Jullie zijn echt top. En ik hou van jullie. Ik ga nu eens verder. Ik ben nu